Goedendag allemaal, welkom bij een nieuw college over de farmacotherapie bij migraine. Mijn naam is Erik Donker en ik ben een van de artsdocenten bij de sectie farmacotherapie van het AUMC, locatie VUMC. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik zal beginnen met wat theorie, definities, symptomen, epidemiologie, etiologie en pathofysiologie van met name migraine. Maar we zullen ook kort even stilstaan bij een paar andere soorten hoofdpijnen die worden besproken in de NAG-standaard hoofdpijn. Daarna zullen we het hebben over de praktijk, dus hoe gaan we deze patiënten met migraine behandelen, welke therapieën kennen we en wat voor niet-medicamenteuze adviezen kunnen we geven. En tot slot zal ik afsluiten met een korte casus die we even gaan bespreken. Eerst wat definities. Als we kijken naar de NAG-standaard hoofdpijn, waar deze presentatie met name op berust is, zien we verschillende soorten hoofdpijnen te staan. De eerste is de spanningshoofdpijn. Daarnaast hebben we de medicatie-overgebruikshoofdpijn, de clusterhoofdpijn en uiteindelijk ook de migraine uiteraard. Nou, de spanningshoofdpijn, wat is dat nou eigenlijk? Het is een soort hoofdpijn dat we het meest zien, wat het meest voorkomt. En nou, de schattingen zijn dat wel zo'n 60% van de Nederlanders dat wel één keer per jaar heeft. Wat het precies is, weten we niet zo goed. Het is dus niet zozeer dat die spierspanning wordt gezegd in de nek bijvoorbeeld, dat de oorzaak is. Nou, dat is het dus niet. Maar dat kan het wel verergeren. En het kan chronisch zijn, dus mensen kunnen er meerdere dagen per maand last van hebben, tot wel meer dan 15 dagen per maand. En vaak als dat aan de hand is, gaat het ook gepaard met comorbiditeiten van somatische ofwel van psychiatrische van aard. En het kenmerkende van deze hoofdpijn is met name het bandgevoel rondom het hoofd. Nou, dan de medicatie overgebruikshoofdpijn. Nou, in de naam zit het eigenlijk al, hè? Het is overgebruik van medicatie en dat leidt tot hoofdpijn. En vaak gaat dat om het gebruik van paracetamol en of NSAID's of triptanen. En zoals je ook hier kan zien staan, gaat het om dat je die paracetamol of NSAID meer dan 15 dagen per maand gebruikt of die triptanen meer dan 10 dagen per maand. Dan is het risico op het krijgen van zo'n medicatie overgebruikshoofdpijn het grootst. Hoeveel dat precies voorkomt is onbekend. En vaak is het gevolg van spanningshoofdpijn dat dus te veel wordt behandeld met deze pijnstillers. En wat dan typerend is en wat het ook wel weer lastig maakt, is dat die pijnstilling die geeft tijdelijk wel wat verlichting van de hoofdpijn, maar het houdt de klachten wel in stand. Dus wat dan ook de therapie is, is het staken van die medicamenteuze behandeling, dus het staken van die paracetamol, NSAID of triptaan, afhankelijk van wat de oorzaak is. En natuurlijk je niet-medicamenteuze adviezen uitleggen. En dus het belang uitleggen dat het stoppen met medicijnen, terwijl dat juist wat verlichting geeft bij die patiënten, dat het belangrijkste is. En dat is natuurlijk moeilijk voor deze patiënten, maar het gaat ze uiteindelijk wel helpen. Dan het clusterhoofdpijn. Het is gelukkig een hoofdpijn dat veel minder vaak voorkomt. Een zeldzame soort van hoofdpijn. En waarom gelukkig? Nou, deze hoofdpijn geeft ontzettend veel pijn. Dus het is echt een extreem pijnlijke en scherpe pijn. Nou, vaak achter het oog aan één kant. En gaat ook gepaard met bijvoorbeeld een loopneus of een loopoor. En dat kan behoorlijk lang aanduren, tussen de 15 en 180 minuten. En mensen kunnen hier echt van doordraaien van die pijn. En waarom heet het nou clusterhoofdpijn? Het komt in clusters, dus in perioden, vaak zijn dat weken, dat je die aanvallen op dagen krijgt. En hoe dat nou precies komt, geen idee. Pijnstilling werkt vaak niet voldoende, is dus ook niet echt van toepassing. Het belangrijkste is om hier weer ook niet-medicamenteuze adviezen te geven, waarin je dus adviseert om provocerende factoren te vermijden, zoals alcohol, cafeïne of verblijf op hoogte, zoals vliegreizen. En als zo'n patiënt dan bij je op het spreken komt met deze pijn, vaak op de spoedeisende hulp, dan geef je zuurstof. En triptanen hebben ook zin. Dit is een tabel
voor thuis, kijk deze nog even rustig door om die verschillen tussen de spanningshoofdpijn, medicatie, overgebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn door te nemen. Dus dit ga ik nu niet voorlezen, maar het is wel wat ik net ongeveer verteld heb. Dan komen we aan bij de migraine. Daar gaat dit praatje natuurlijk met name over. Nou, migraine kunnen we ook weer indelen in verschillende typen. Je hebt gewoon de klassieke migraine, de migraine met aura, de menstruele migraine en kinderen met migraine. En met name bij die eerste twee zullen we vandaag stilstaan. Wat is migraine? Nou, ook van migraine weten we niet zo goed hoe het nou precies zit. We weten dat er iets van vasodilatatie optreedt rondom de hersenen door neurale prikkelingen. En dat daarbij ook een ontstekingsreactie ontstaat die het trigemino-cervicale complex aantast op dat moment. En dat geeft de pijn. En die trigemine zit natuurlijk aan beide kanten van het hoofd. En daarom dat je ook unilateraal last krijgt, dus dat één van die trigemino-cervicale complexen is aangedaan. Dat zit er waarschijnlijk achter. We weten wel dat er een aantal factoren zijn die het kunnen uitlokken, zo'n aanval. Bijvoorbeeld de menstruatie, zoals net al benoemd. Bepaalde voedingsstoffen, zoals chocola, kaas, rode wijn. Waar bijvoorbeeld sulfite in zit in rode wijn. Bepaalde geneesmiddelen. En belangrijk zijn ook stress, onregelmatig leven en slaapgebrek. De migraine verloopt vaak in verschillende fasen. Dat hoeft niet, dus ik ga nu drie fases beschrijven, maar het hoeft niet zo te zijn dat alle migrainepatiënten dit zo ervaren. Maar sommigen namelijk wel. De eerste fase die op kan treden is de prodromale fase. En dat gebeurt vaak 1 tot 2 dagen voordat echt de hoofdpijnsfase begint. En die prodromale fase met die prodromale verschijnselen wil niet meer zeggen dan dat je het eigenlijk voelt aankomen dat het gaat gebeuren. Dat die aanval eraan komt. Dus mensen worden of hyperactief of juist hypoactief. De stemming kan wat gaan veranderen, mensen kunnen wat somberder worden. Soms krijgen ze juist trek in bepaalde voedingsmiddelen. En dit is natuurlijk een hele interessante. In de vorige slide zei ik dat bijvoorbeeld kaas of rode wijn of chocola de migraine zou kunnen uitlokken. Maar je zou het ook anders kunnen bekijken. Je zou ook kunnen bedenken, vlak voordat een migraineaanval optreedt, krijg ik trek in dat soort voedingsmiddelen. En dan lijkt het net alsof dat het uitlokt, maar eigenlijk was dat al mijn prodromale fase. Dus wat is nou het kip en wat is nou het ei? Wat kan er nou eerst? Dat weten we niet zo goed. En geel is ook een bekende prodromale verschijnsel. Nou, dan bij sommige mensen, die hebben ook een aura voordat echt die hoofdpijnfase komt. En dat duurt vaak 4 tot 60 minuten voor de aanval. Dus dat zit veel korter op die aanval dan die prodromale verschijnselen. En die aura, dat zijn neurologische uitvalsverschijnselen. En vaak zijn dat visuele verschijnselen, dus dat mensen sterretjes gaan zien of flikkeringen. Maar dat kunnen ook motorische zijn. Dus je hebt zelfs mensen die wat uitval krijgen in de armen of in benen. En dan moet je natuurlijk goed weten wat is dan het verschil tussen een aura of een beroerte, dus een CVA. Nou, bij een beroerte of CVA, dat is echt acuut. Mensen kunnen plots iets niet meer doen. En in die aura dan komt dat in 5 tot 10 minuutjes treedt dat op. Dus dat is een veel minder acute verschijnselen dan bij een CVA bijvoorbeeld. Lang niet iedereen heeft deze aura. Sommige mensen hebben namelijk ook alleen de hoofdpijnfase. En de hoofdpijnfase, dat is natuurlijk echt die migraine, die unilaterale hoofdpijn ook, gepaardgaande met foto- en fonofobie, oftewel lichtschuw of geluidsschuw zijn. En misselijkheid en braken. Die twee dingen, dus fotofobie en fonofobie, en dan de andere kant de misselijkheid en braken. Eén van die twee treedt eigenlijk altijd wel bij iemand op met migraine.
Die hoofdpijnfase kan verschillen in duur. Kan 4 uurtjes zijn, maar kan ook echt 3 dagen zijn. Dus de ernst daarin verschilt erg tussen de personen en dan soms ook tussen de aanvallen. Nou, hier nog even op een rijtje. Dit is met name ook voor thuis, dus ik ga hier niet te lang bij stilstaan. Die migraine zonder aura is het unilaterale met kloppende hoofdpijn. Neemt toe met fysieke activiteit, dat is goed om te onthouden. En misselijkheid en braken. Migraine met aura is eigenlijk precies hetzelfde als zonder aura, maar dan voorafgaand met die neurologische verschijnselen. Dan heb je nog de menstruele migraine, waar ik het al eerder even kort over heb gehad. Dit treedt vaak op bij de eerste dag van de menstruatie of 2 dagen ervoor of erna. En wat hierbij van belang is, dat deze patiënten geen aanvallen tussen de menstruaties doorhebben. Anders spreek je niet van menstruele migraine. En tenslotte nog de kinderen met migraine. Nou, bijna allemaal hetzelfde. Wat je alleen bij de jonge kinderen ziet, bestaat ook nog de migraine in de buik. Dus die patiënten moeten braken en krijgen veel buikpijn. En dat kan later echt migraine ook met hoofdpijn worden. Wat ook nog één interessant is, dat vergeet ik te zeggen. Sommige mensen hebben alleen aura's, maar krijgen daarna geen migraine. Dus die krijgen daarna geen hoofdpijnverschijnselen. Nou, dat migraine, hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? Nou, de prevalentie is behoorlijk hoog, hoor. Er zijn best veel mensen die het hebben. We zien dat vrouwen het 2 keer zo vaak hebben dan mannen. En je ziet hier zo'n mooie pieken rond het 45ste levensjaar. Daarna neemt dat wel weer af met het ouder worden. Veel aanvallen op een dag, hè, gemiddeld genomen in Nederland. Wat dus ook betekent dat het van grote invloed heeft op mensen. Op de omstandigheden van de mensen. Dus je ziet al 30.000 per dag afwezig op school of op werk door die aanvallen. Dus het heeft behoorlijk wat impact. Ruim 75% van de mensen heeft ook 1 of meer aanval per maand. En je kan je voorstellen door de medicatie die we geven, maar ook door die afwezigheid op school en werk, kosten ons het gewoon per jaar een hoop geld, zo'n circa 250 miljoen euro op jaarbasis. Dan de behandeling. Is natuurlijk interessant. Nu hebben we wat gehoord over wat het nou is en wat het kan uitlokken. En de behandeling bestaat, zoals we ook al gewend zijn, zowel uit een niet-medicamenteus advies wat we kunnen geven, als medicamenteuze adviezen. Niet-medicamenteus is natuurlijk goed om uitleg te geven over de aandoening. Dus eigenlijk de informatie die ik net heb gegeven. Dat het een unilaterale hoofdpijn is, dat mensen er misselijk van kunnen worden en zelfs braken. Dat het normaal is als ze licht schuw zijn of als ze niet goed tegen geluid kunnen. En dat het dus ook impact kan hebben op iemands leven, dat mensen zich daar ziek door melden. En dat dat dus erbij hoort, helaas. En dat is ook wel een hele belangrijke. Dus als je ook ziek wordt en die verschijnselen krijgt van migraine, dan is het advies: neem rust. Stop met het werken en wees dus niet flink of negeer het niet, maar ga naar huis toe. Want we weten gewoon dat als je doorzet, dus als je blijft werken of blijft inspannen, ondanks dat je al voelt dat die migraine eraan komt of er al is, dat werkt averechts, dus je kan er niet even doorheen zetten. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste adviezen die we mee moeten geven aan deze patiënten. Daarnaast, wat ontzettend belangrijk is, is dat je natuurlijk wil voorkomen dat deze patiënten vaak aanvallen gaan krijgen. En dat kan je voorkomen door stress te vermijden, door een regelmatig leven te leiden, dus die onregelmatigheid moet eruit. Door goed te slapen, dus slaapgebrek is echt een luxerende factor. En soms hoor je natuurlijk uit het verhaal dat een patiënt zegt, nou, moet u luisteren, als ik dit en dit doe, dan heb ik het idee dat ik vaak een migraine krijg. Dus die individueel bepaalde luxerende factoren, die moet je natuurlijk ook aanpakken. En op die manier kan je vaak aanvallen voorkomen. En als ze er eenmaal zijn, kan je dus ervoor zorgen dat ze niet te heftig worden door gewoon rust te pakken.
Die mensen liggen vaak thuis op een donkere kamer in het stilte het allerliefst. Nou, dat werkt natuurlijk niet altijd. Dus soms moeten we ook geneesmiddelen hiervoor voorschrijven. En daarin maken we altijd een onderscheid in twee categorieën. We kijken altijd naar de aanvalsbehandeling en naar de onderhoudsbehandeling. Aanvalsbehandeling, dan heb je het echt over het wegnemen van de hoofdpijn op dat acute moment. En als onderhoudsbehandeling wil je natuurlijk de hoofdpijn of de migraineaanval voorkomen. En in principe heeft iedereen in ieder geval recht op aanvalsbehandeling. En die aanvalsbehandeling kan bestaan uit paracetamol, uit NSAID's in combinatie met paracetamol of triptanen in combinatie met paracetamol. En van deze drie pijnstillers, waar ik zo meteen individueel even op inga, weten we dat ze alle drie ongeveer even effectief zijn. Dus je zou ook één van de drie mogen kiezen. Maar we weten natuurlijk dat paracetamol veruit de minste bijwerkingen heeft of contraindicaties. Dus vaak wil je daarmee beginnen. En dan die NSAID's en die triptanen, die zijn gewoon wat lastiger. Maar daar kom ik zo wat dieper op terug. Daarnaast zien we hier staan plus een antiemeticum, oftewel een middel tegen de misselijkheid. Zoals al gezegd, was een van die kernsymptomen van migraine, misselijkheid en braken. Dus vaak geven we ook een antiemeticum erbij. Dat kan zowel oraal als rectaal gegeven worden, evenals die pijnstillers. En dat wordt natuurlijk als erg prettig ervaren om die misselijkheid weg te nemen. Dat is met name de hoofdreden om antiemetica te geven. Er is ook nog een andere reden om antiemetica te geven. We weten namelijk dat patiënten met migraine, dat hun pilaris, oftewel de spierovergang van maag naar duodenum, dat die spastisch kan worden. En bij pilarisspasme weten we dat die maagontlediging belemmerd is. En je kan je voorstellen, als je maag niet goed ledigt, dat als jij een paracetamol hebt ingenomen of een NSAID, dat die ook niet goed in de darmen terechtkomt en dat de opname van je pijnstilling dus onvoldoende is. Of dat het te lang duurt. Dus als je dat combineert met een antiemeticum, ook wel een prokineticum genoemd, zoals de domperidom of de metoclopramide, dat dan ook je pijnstilling beter gaat werken. Dus dat je paracetamol beter gaat werken of je NSAID beter gaat werken. Dus dat is ook een reden om een antiemeticum te geven naast de misselijkheid en braken die de patiënt heeft. En die pilarisspasme, dat uitzicht dus ook niet altijd in misselijkheid of braken. Dus soms hebben patiënten daar geen last van, maar werkt de paracetamol niet voldoende. Geef je dan toch een antiemeticum erbij, dan kan ineens die paracetamol wel voldoende gaan werken. Dus dat is altijd een goede om in je achterhoofd te houden. En het belangrijkste is bij deze drie middelen, dus die paracetamol, NSAID of triptanen, dat die pas ingenomen moeten worden bij start van de hoofdpijn. Dus in de prodromale fase ga je dat nog niet innemen. En ook tijdens de aura is het nog niet de bedoeling om dat in te nemen. Omdat je natuurlijk niet zo goed weet hoe lang die aura of prodromale fase gaat duren. En je wil gewoon dat je hoofdpijn hiervoor wegraakt. En dan heb je die middelen het meest nodig. Nou, hoe werken die middelen nou? Paracetamol is denk ik wel een bekende inmiddels. Behalve dat we het merkingsmechanisme niet goed weten. We weten wel dat het pijnstillend is en koortsverlagend. Dus niet ontstekingsremmend. Je kan het eigenlijk altijd wel veilig geven, behalve bij patiënten met een gestoorde leverfunctie. En je moet altijd oppassen bij patiënten met overmatig alcoholgebruik. Patiënten die zeg maar 4 eenheden per dag of meer drinken. En bij hen raden we aan om niet meer dan 2000 milligram per dag te geven. En hoe komt dat nou? Dat alcoholgebruik heeft niet alleen invloed op je leverfunctie, dus dat je daar een gestoorde leverfunctie van kan krijgen, maar het zit hem er ook in de afbraak van je paracetamol. Dus je paracetamol wordt normaal gesproken omgezet in verschillende stofjes, waaronder een schadelijk metaboliet, de napkies. En die napkies die kunnen leverschade geven. Nou, gelukkig hebben wij in het lichaam een voorraad glutathion wat die napkies omzet en weer onschadelijk maakt. Maar het probleem is dat patiënten die
veel alcohol drinken, dat die voorraad glutathion wordt weggenomen. Dus de patiënt die kan zijn gevormde napkies van het paracetamol die hij heeft ingenomen niet meer onschadelijk maken. En bovendien zorgt de alcohol er ook nog eens voor dat je meer van die napkies krijgt, die schadelijke metabolieten. Dus alcohol en paracetamol is in die zin geen goede combinatie. Nou, omdat het natuurlijk altijd kortdurend is, die migraine, maximaal 3 dagen, mogen we het ook altijd hoog doseren, de paracetamol. Dus 4 maal daags 1000 milligram, oftewel een maximale dosering van 4 gram op een dag. Dat kan je gerust geven aan deze patiënten met migraine. Want chronisch zou je natuurlijk spreken van maximaal 3 gram of eigenlijk misschien zelfs 2500 milligram. Dan de NSAID's, nou dat zijn de prostaglandine synthetase remmers, jullie waarschijnlijk ook al bekend. Dus denk aan de ibuprofen, de naproxen of de diclofenac. Die zijn pijnstillend en koortsverlagend en ook ontstekingsremmend. Het zijn wel middelen die wat meer bijwerkingen hebben dan de paracetamol. Bekende zijn natuurlijk de maagklachten, wat zelfs kan leiden tot een ulcus. Want je hebt prostaglandines nodig voor een goede maagmucosa. Dus als je die prostaglandinesynthese gaat remmen, ja, dan wordt ook je maagmucosa wordt minder. Dus je hebt een grotere kans op de vorming van een ulcus. De nierfunctie kan wat afnemen door NSAID's. We weten namelijk dat NSAID's de aanvoerende arteriolen naar de nieren wat vasoconstrictie ingeeft. Dus de bloedtoevoer naar de nieren, naar de glomeruli, wordt wat minder. En daar kan de nierfunctie van afnemen. Dus daar moet je altijd mee oppassen. En NSAID's remmen de trombocytenaggregatie. Oftewel, je blijft wat langer doorbloeden als je bloedt bijvoorbeeld. Of als je bijvoorbeeld een maagulcus krijgt, kan je dus echt een bloedende maagulcus krijgen. Dus daar moeten we altijd voor oppassen. En daarom hebben ze ook wel wat interacties. Dus je moet altijd oppassen met middelen die ofwel invloed hebben op die trombocytenaggregatie, ofwel ook op de maagintegriteit. Dus SSRI's, die remmen ook de trombocytenaggregatie. Corticosteroïden, ook een beetje, maar die kunnen ook wat maagklachten veroorzaken, of antitrombotica. Daar moet je allemaal voor oppassen voor die maagulcie die kunnen ontstaan en die ook kunnen gaan bloeden. En dat geldt ook voor die anticoagulantia, zoals de vitamine K-antagonisten en noem maar op. En afhankelijk van de leeftijd, dat ga ik nu niet te diep op in, moet je dan een keer een PPI erbij geven, dus een maagbeschermer. Dat staat allemaal in de NAG maagklachten. Nou, je kan je voorstellen, als dit allemaal bijwerkingen zijn, interacties zijn, natuurlijk ook wel wat contraindicaties. Dus als iemand echt een ulcus in de voorgeschiedenis heeft, ja, dan moet je toch wel terughoudend zijn in het voorschrijven van een NSAID. Hetzelfde geldt voor een slechte nierfunctie. Als iemands nierfunctie natuurlijk slecht is en we weten dat die nierfunctie kan afnemen door een NSAID, wil je dat natuurlijk ook niet gaan geven. Hart- of leverfalen moet je voor oppassen. Dit zijn patiënten die een groot risico hebben om een nierfunctieverlies te krijgen door NSAID's. Bovendien zorg je voor NSAID's ook nog eens dat het hart tegen een grotere kracht moet gaan inpompen, omdat NSAID's de bloeddruk wat verhogen. En NSAID's houden ook nog eens wat vocht vast. En dat is nou net wat je niet wil hebben bij mensen met hart- of leverfalen. Een belangrijke, maar wat ook wel vaak fout wordt gedaan, is dat NSAID's worden voorgeschreven terwijl er in de voorgeschiedenis al een allergische reactie is geweest op een NSAID. Bijvoorbeeld, iemand heeft naproxen gehad, kreeg daar een allergische reactie op. Dan mag je dus niet diclofenac gaan voorschrijven of ibuprofen. Die kruisovergevoeligheid tussen die NSAID's, dat risico wil je niet gaan nemen dat dat bestaat. Dat is er, lang niet bij iedereen, maar dat risico ga je in ieder geval niet nemen. En een bloedig CVA is nog een contra-indicatie. Dat natuurlijk je trombocytenaggregatie remt. Dan hebben we nog de triptanen. Ook een middel die we kunnen geven bij migraine. En dit is een serotonine, dus een 5-HT1. Nou, dan heb je echt de specifieke receptor te pakken. Receptoragonist. En wat doen die triptanen? Die zorgen voor vasoconstrictie van onder andere craniale vaten. En zoals ik net al aan het begin zei, en het had over de pathofysiologie van migraine,
hadden gezegd dat die vasodilatatie door die neurale prikkelingen, dat dat onder andere de hoofdpijn gaf. Nou, als je dus die vaten daar wat gaat contraheren, dus constrictie geeft, wat samen knijpen, laten knijpen, dan kan je voorstellen dat dat pijnverlichting geeft. Het is dus niet echt een pijnstiller in die zin zoals je gewend bent van de paracetamol, NSAID of de opiaten. Nou, dit zijn middelen die wel wat bijwerking hebben. Dus, het zijn serotonine receptoragonisten. Dus, nou, daar zie je misselijkheid en braken bij, vermoeidheid of slaperigheid. En een belangrijke bijwerking om hiervan aan je patiënt te vertellen is een drukkend gevoel op de borst. Want dat kan mogelijk wijzen op coronair spasme. Je kan je voorstellen als het vasoconstrictie geeft. Dat geeft ook niet alleen vasoconstrictie in de craniale bloedvaten. Kan ook in de coronaire optreden en kan daar dus ook spasme veroorzaken. En dan moet je oppassen. Dus als de patiënt echt drukkende pijn op de borst krijgt, moet het terugkomen op het spreekuur. En zou je je triptaan moeten gaan stoppen. Want je wil natuurlijk niet het risico lopen dat daar iets vervelends gebeurt met het hart. Interacties heeft het ook wel. Bijvoorbeeld met SSRI's. En dan ben je bang voor het serotoninesyndroom. Daar kom ik in mijn volgende slide op terug. En het heeft nog wat contraindicaties. Dus als iemand al echt hart- en vaatziekte heeft, dus vaatlijden, angina pectoris, myocardinfarct, CVA, perifere arterieel vaatlijden, dan geef je dus liever niet die triptaan vanwege het vasoconstrictieve beeld dat het kan geven. Dan dat serotoninesyndroom. Dus die SSRI's en triptanen kunnen het serotoninesyndroom geven. Dat is ontzettend zeldzaam, maar dat is wel een levensbedreigend syndroom. Vaak zien we dat bij combinatie van middelen die allebei serotonerg werken. Dus SSRI's, TCA's, maalremmers zijn denk ik de allerbelangrijkste. Tramadol werkt ook een beetje serotonerg. Lithium, maar ook amfetamine, dus de MDMA, de ecstasy. En hoe zit dat dan? Je hebt hier een neuron met een synapsspleet en serotonine is daar een natuurlijk voorkomende neurotransmitter. Die kan vrijgelaten worden en wordt dan, gaat op de receptor zitten en geeft dan een signaal door. En normaal gesproken wordt dat dan weer afgebroken en dan wordt het weer heropgenomen en dan kan het later weer gebruikt worden. Je kan je natuurlijk voorstellen dat als je middelen geeft die serotonine release beïnvloeden, dat je dan meer serotonine hier krijgt, bijvoorbeeld amfetamine doen dat. Als je iets tegen die afbraak doet, zoals de maalremmers, kan je natuurlijk meer serotonine krijgen. Maar ook als je bijvoorbeeld die heropname van de serotonine remt, krijg je meer in de synapsspleet, zoals de SSRI's doen of de TCA's. Of als je middelen hebt die die werking van serotonine nabootsen, zoals de triptanen, kan je je voorstellen dat een serotoninesyndroom kan geven, zeker als je gaat combineren. Die triptanen, het gebeurt, maar de triptaan is wel het middel waarvoor we het minst bang zijn. Dus eigenlijk gaat dat altijd goed, ook in combinatie met een SSRI bijvoorbeeld. Dus triptane staat in dit rijtje, maar daar hoef je het minst voorzichtig mee te zijn. Wat is het serotoninesyndroom? Het serotoninesyndroom behelst eigenlijk 3 klinische uitingen. De patiënt krijgt autonome dysfunctie. En de belangrijkste kenmerken daarin zijn hyperthermie en tachycardie, hypertensie. En daar kan je natuurlijk aan doodgaan, hè, ook aan die hyperthermie, dat ook je eiwitten kapot gaan in het lichaam, bloedingen, noem maar op. En ze kunnen psychiatrische verschijnselen krijgen, dus geagiteerd, onrustig, noem maar op. En motorische onrust kan er optreden. Je ziet vaak tremoren, hyperreflexie tot soms nog klonissen. Dus die patiënt ligt ontzettend onrustig in zijn bed met een autonome dysfuncties. Erg gevaarlijk. Als je dat doet, als je dat ziet, wat doe je dan? Stop de medicatie. Alles wat serotonerg werkt. En je moet ondersteunende therapie geven. Dus benzo's worden gegeven om het rustig te krijgen, om die bloeddruk omlaag te krijgen, om die temperatuur omlaag te krijgen. En dan zijn er wel serotonine-antagonisten, maar dat wordt niet zo heel veel voorgeschreven, die cyproheptadine. Maar het is wel nog eventueel een mogelijkheid, mochten die benzo's en die andere ondersteuning niet voldoende zijn. Nou, dan nog even over die triptanen.
De meest voorkomende is de sumatriptan om te geven. En als die na 2 uur nog geen effect heeft gehad, dan mag je nog een tweede dosis geven. En indien die sumatriptan bijvoorbeeld helemaal geen effect heeft, dan kan je overwegen om te switchen naar een andere triptan. Want we weten dat daar wel wat verschil in zit. Dus dat de patiënt wel reageert op de ene, maar niet op de andere. Dus dat switchen is zeker de moeite waard. Nou, dan nog die antiemetica, dus tegen die misselijkheid. Dan heb je die dopamine-antagonisten. Dus dan moet je denken aan de domperidon of de metoclopramide. En die zorgen voor toename van de peristaltiek van de maag-darmkanaal. Dus daarom ook wel prokinetica genoemd. Een prokineticum, dus pro, het toename of versterken van kineticum, kinetica-beweging. Domperidon is dan een middel dat echt alleen perifeer werkt en metoclopramide werkt perifeer en centraal. En dat is wel belangrijk om te weten, met name voor de interacties en de bijwerkingen en de contraindicaties. Die domperidon, droge mond, bekende bijwerking van, maar de belangrijkste is toch wel die QT-verlenging. Die zie je meer uitgesproken bij domperidon dan bijvoorbeeld bij de metoclopramide. Bij metoclopramide zie je veel meer die centrale bijwerking, zoals slaperigheid, maar ook die extra pyramidale bijwerkingen die je ook wel eens lijken op parkinsonisme. En daarom heeft het ook een interactie met levodopa bijvoorbeeld. En geef je dus liever niet bij de ziekte van Parkinson die metoclopramide. Nou, bij domperidon wil je natuurlijk altijd in de gaten houden of je niet andere QT-verlengende middelen krijgt, zoals erythromycine, clarithromycine ook nog, TCA's of sotalol. Dan moet je altijd het QT-tijd meten, dus een ECG'tje vooraf maken. En dat kan natuurlijk ook een contraindicatie zijn als het te ernstig is. En natuurlijk andere contraindicaties waarbij je niet wil dat de buik extreem veel gaat bewegen, dus darmobstructies of bloedingen of perforaties in het gastro-intestinale systeem. Hierbij nog even een overzicht. Dit is voor thuis. Het komt gewoon uit de NAG-standaard over de verschillende doseringen. Hier staat nog acetylsalicylzuur in. Nou, eigenlijk schrijven we dat helemaal niet meer voor als pijnstiller. Hè? Dus die mag je van mij wegdenken. Hier zou je nog wel diclofenac aan kunnen toevoegen. Wat ook nog goed is om te weten, is dat je dus in de verschillende toedieningsvormen hebt. Paracetamol kan je zowel oraal als rectaal geven. Zeker als iemand misselijk is, wil het soms nog wel prettiger zijn om het rectaal te geven, anders braak je alles eruit. En die triptanen kunnen we ook nasaal geven. En dat is natuurlijk weer wat prettiger dan rectaal. Dus dat is altijd nog een overweging. Het kost wel veel meer geld. Dus dat is dan weer waar je wel rekening mee moet houden. Nou, dan heb je soms patiënten die toch nog best veel aanvallen krijgen. En die aanvallen zijn misschien zelf goed onder controle. Ze worden goed gecoupeerd, maar die krijgen te veel aanvallen. Nou, dan kunnen we onderhoudsbehandeling geven. En als we de NAG migraine of hoofdpijn volgen, dan wordt er gezegd, nou, als iemand 2 of meer aanvallen per maand heeft, dan komt diegene in aanmerking voor onderhoudsbehandeling, om die aanvallen te voorkomen. En ik vind dat daar nog iets meer bij moet, dus wat de patiënt zelf wil, hè, dat je voorkeur van de patiënt. En wat ontzettend belangrijk is, om eerst de ernst van de aanval in te schatten. Je kan je voorstellen dat als je 2 keer per maand 4 uurtjes last hebt alleen in de avond, dat misschien nog niet zo super erg is. Of dat je dat zelf nog niet waard vindt om dan elke dag een geneesmiddel te gaan slikken die ook weer zijn bijwerking heeft. Maar heb je 2 keer per maand 3 dagen last, ja, dan is het natuurlijk volkomen logisch dat je onderhoudsbehandeling wil. Maar het is dus goed om voor jezelf eerst vast te stellen hoe ernstig zijn die aanvallen, hoe vaak zijn ze en is het dan waard om onderhoudsbehandeling te geven. En die onderhoudsbehandeling is natuurlijk tweeledig. Hè? 1, doen we dat omdat het gewoon vervelend is als je zo vaak een migraineaanval hebt. En 2, je wilt natuurlijk die medicatie overgebruikshoofdpijn voorkomen. Als iemand 4 aanvallen per maand heeft, dan zit je toch alweer misschien wel 15 dagen per maand aan paracetamol gebruik. En dan kunnen ze daar weer hoofdpijn van krijgen. Dus dat wil je gaan voorkomen. En
je moet natuurlijk reëel zijn. Therapeutisch doel opstellen, dat is altijd moeilijk. En toevallig is dit een van de richtlijnen waarin dat wel goed beschreven staat van wat een realistisch doel is van onderhoudsbehandeling. En bij migraine mag je blij zijn als je 50% reductie van de aanvalfrequentie krijgt. Dus de helft van de aanvallen die je eerst had. Nou, hoe kunnen we dat doen? Je kan een beta-blokker geven. Die moet natuurlijk lipofiel zijn, hè. Lipofiliteit bepaalt in hoeverre het de bloed-hersenbarrière passeert. Dus je moet een lipofiele beta-blokker hebben, zoals propranolol of metoprolol. Voorheen stond dan in de NAG-richtlijn ook toparimaat en valproïnezuur als keuze 2 en amitriptyline en TCA als keuze 3 kan voorschrijven. Maar tegenwoordig wordt dan verwezen naar de neuroloog, dus dat is een specialistische zorg geworden. En in de neurologenrichtlijn zit ook candesetander tegenwoordig in, de angiotensine receptorblokker. Dus dat zijn over het algemeen de onderhoudsbehandelingen die we kunnen geven. En je kan natuurlijk ook nog een anticonceptie overwegen bij de menstruele migraine. Nou, die beta-blokkers, ik zei al, de metoprolol, propranolol, dat zijn middelen die normaal gesproken worden gegeven voor hypertensie of hartfalen, vatenfibrilleren of myocardinfarct. Maar dus ook ter preventie van migraine. Beta-blokkers werken natuurlijk over het algemeen op het hart, maar ook op de perifere vaten. En een beetje op het RAS-systeem, dus je krijgt daar een verlaagde bloeddruk van, dus hypotensie. Het laat je hart gewoon wat minder snel kloppen, dus je kan een bradycardie van krijgen. En omdat je dat hart minder snel laat kloppen, kan je natuurlijk grote kans krijgen op orthostatische hypotensie. Dus als wij opstaan na het opstaan, dan compenseren wij die bloeddrukverlaging door de zwaartekracht, gewoon door het van het opstaan, compenseren wij door onze hartfrequentie even snel omhoog te doen. Maar als je een beta-blokker slikt, dan is dat natuurlijk moeilijker. Dus die mensen hebben een grotere kans op orthostatische hypotensie te krijgen dan bijvoorbeeld als je andere bloeddrukverlagers zou slikken. En voor de rest kan het de perifere circulatie verslechteren. Dus je krijgt een beetje vasoconstrictie. Dus mensen kunnen wat koude handen en voeten krijgen. En omdat het ook middelen zijn die de bloed-hersenbarrière passeren, kunnen mensen er ook wat moe van worden en wat sloom. En zelfs nachtmerries. Dus dat zijn wel dingen om rekening mee te houden. De belangrijkste interactie waar je eigenlijk moet kijken is die combinatie bijvoorbeeld een calciumantagonist zoals verapamil. Dat je niet te ernstige bradycardia gaat krijgen. Nou, dat zijn ook de contraindicaties. Dus je moet altijd goed naar het hart kijken. Heeft iemand niet een te ernstige bradycardie, houden we aan onder de 60, onder de 50, dan moet je echt geen beta-blokken meer geven. Die perifere circulatiestoornis, hè, dus perifere arterieel vaatlijden, is natuurlijk niet handig om een beta-blokker te geven als we weten dat ze juist perifere circulatie kunnen verslechteren door vasoconstrictie. En een belangrijke is de ernstige astma. Die beta-blokkers, je beta-receptoren op het hart, maar ook op de longen. De B1, de beta-1-receptoren zitten op het hart en de beta-2-receptoren op de longen. Als je die beta-receptoren gaat blokken, dan gaat je bloeddruk dus omlaag en je hartfrequentie omlaag. Maar je longen kunnen ook wat gaan broncho-contraheren. Dus je krijgt wat bronchoconstrictie in de longen. En dat kan natuurlijk een astma-aanval uitlokken. En dat speelt natuurlijk met name voor de niet-selectieve beta-blokkers. Dus de beta-blokkers die zowel op de beta-1 als op de beta-2-receptoren zitten, zoals de propranolol. Voor de metoprolol is dat wat minder het geval. Die werken alleen op de beta-1-receptoren, dat is een selectieve beta-blokker. Maar ook bij ernstig astma moet je dan oppassen. Nou, dit nog even als overzicht. Ik heb ook nog even voor jullie die anti-epileptica en die antidepressiva in het tabelletje gezet. Maar dit is dus richting specialistische zorg aan het gaan. Maar het is wel goed om dit gewoon nog even een keertje goed te lezen. Het belangrijkste is nog, hè, die valproïnezuur en natriumvalproate, die staat contraindicatie zwangerschap. Nou, het is super teratogeen inderdaad. En voor die reden mag het zelfs niet meer voorgeschreven worden aan alle vrouwen in de vruchtbare levensfase. Dus dat wordt veel minder vaak voorgeschreven. Dus je ziet veel vaker die metoprolol of die propranolol. En je ziet als opkomend middel de candesetan door de
neuroloog, want dat is een ARB die relatief weinig bijwerkingen en contraindicaties kent. En je kan natuurlijk altijd nog die amitriptyline voorschrijven. Maar ook dat heeft natuurlijk wel een hoop bijwerkingen. Die amitriptyline als tricyclisch antidepressivum werkt op vele neurotransmitters. Niet alleen op die serotonine, maar ook op vele andere. Dus daar zie je echt veel bijwerkingen van. Nou, als een korte samenvatting, wat zijn nou de principes van de behandeling? Je start dus je medicatie bij hoofdpijn. Je moet ze goed uitleg geven over de ziekte of over de migraine. Dus pak rust als het optreedt. Zorg dat die uitlokkende factoren er niet meer zijn, zoals slaaptekort of onregelmatig leven. Waarschuw ervoor dat ze niet te veel medicijnen gebruiken. Zo ja, dan moet je misschien onderhoud, behandeling geven. Triptanen kan je na 2 uur nog een keertje nemen als het niet heeft gewerkt. Dat is trouwens niet voor alle triptanen zo. Je hebt nog 1 triptan, ik vergeet altijd de naam. Die is pas na 4 uur, dat is inmiddels al langer werk dan de sumatriptan bijvoorbeeld. En werken die triptanen niet of 1 van de triptanen, dan kun je altijd switchen en gaan een ander proberen. En indien misselijk of braken, en eigenlijk mijn advies is altijd vanwege die verbetering van werking van je pijnstilling, is natuurlijk om een anti-emeticum erbij te geven, ook wel prokineticum genoemd. Nou, wanneer wil je de patiënt een keer terugzien? Nou, puur voor de aanvallen wil je gewoon na 2, 3 aanvallen een keertje zien hoe gaat het nou met die paracetamol, hoe gaat het nu met die enerzijdelen, hoe gaat het nu met de triptanen die u gebruikt. Ga je natuurlijk die onderhoudsbehandeling geven, zoals die beta-blokker en metoprolol. Nou, dan wil je natuurlijk na 2 weken even kijken hoe het gaat. Hoe is de therapie trouw? Hoe zijn de bijwerkingen? En kunnen we de therapie gaan continueren? Want het effect kan je natuurlijk nog niet na 2 weken bespreken. Maar dat moet echt pas na zo'n 6 maanden. Voordat het goed werkt en voordat je een goede inschatting kan hebben van de werkzaamheid van je preventieve behandelingen. Nou, dat was het qua informatie over de behandeling van migraine of de farmacotherapie bij migraine. Om nog even te oefenen heb ik hier een casus. Het is gewoon even een korte samenvatting van een 41-jarige vrouw die op het spreekuur komt en die zegt van nou, mijn aanvallen van migraine reageren niet goed op mijn aanvalsmedicatie. Dit is een vrouw die bekend is met diabetes mellitus type 2 en daarvoor metformine krijgt. 2 maandags 850 milligram. En daarnaast krijgt ze nog metoprolol, 100 milligram met gereageerde afgifte. Slikt ze de diclofenac 50 milligram zo nodig bij de aanvallen, in combinatie met metoclopramide rectaal. Ze drinkt wat alcohol en rookt niet, heeft geen allergieën. Therapeutisch doel is natuurlijk dan het dat je de aanvallen goed kan couperen en dat je niet te veel aanvallen krijgt. Nou, de mogelijkheden, hè? Die paracetamol, NSAID's, triptanen en eventueel dan nog het antiemeticum. Antiemeticum krijgt ze al, hè? Ze krijgt al de diclofenac. Ik ga ervan uit dat ze ook al wel paracetamol heeft gehad. Dat is niet duidelijk uit de casus, dus je zou nog kunnen beredeneren om paracetamol te geven, aangezien we weten dat ongeveer allemaal gelijkwaardig zijn in de effectiviteit. Maar ik denk dat in deze casus dan het beste is om over te gaan naar een triptaan. En dan kan je uitkomen op sumatriptan 50 milligram tabletjes, zoals we in de tabel hebben kunnen zien. Indien dat niet werkt na 2 uur, kan er nog een tweede doos worden ingenomen. En we willen elkaar natuurlijk over 2 weken nog een keertje terugzien. En natuurlijk nog de niet-medicamenteuze adviezen geven van vermijden van uitlokkende factoren, stoppen met roken. Dat is nog iets wat ik vergeten ben te vermelden. Met name die migraines met de aura's moet je altijd oppassen met bijvoorbeeld pil gebruiken of roken. Omdat een migraine met aura het risico op een CVA verhoogt. Dus als we het ooit een keer over de anticonceptie gaan hebben, komen we daar ook nog zeker op terug. Over het risico op CVA's. Dit was voor mij het college over de farmacotherapie bij migraine. Mochten er nog vragen zijn, kunnen jullie altijd een mailtje sturen. En ik wil jullie graag bedanken voor jullie aandacht. Tot ziens!